Hallo allemaal. Normaal gezien kunnen jullie nu kijken naar een nieuwe vlog, maar we hadden een veel leuker idee. Ja, want er is het afgelopen jaar zoveel gebeurd dat we dachten dat het misschien wel eens leuk zou zijn om daarop terug te kijken. Ja, dus jullie krijgen nu een compilatie van het afgelopen jaar in het leven van K3. We zijn vandaag in Studio 100 in Schelle en we nemen onze tweede clip met jullie op en dat is Chique Boom. Het is ook eigenlijk de eerste clip dat we gaan opnemen als K3'tje, dus het is wel een spannende dag, maar heel leuk en ik denk dat we eraan gaan beginnen. Dit is wel de eerste clip die we opnemen terwijl ik daadwerkelijk al K3 ben. Want die vorige hebben we natuurlijk alle vier opgenomen. Dus dit is de eerste keer dat ik zeker weet dat ze de beelden ook gaan gebruiken. Maar dat komt helemaal goed, ik heb er wel echt zin in. Dan is Julia is uit het liftje gekomen. Hanne stond in de voorgrond nog in de stad eventjes te zingen. En jij komt er achterlangs gewandeld. Oké. Okay. Loopt langs een dansen, Julia, en we staan de Hanne het shot uit. Oké. Okay. Dit shot dus. Met jou. En we gaan het op een loopband doen. Oké, okay, spannend. Ja. Kijk. Hier met sporten en al. Ja. En jij weet hoe handig ik ben? Zeker, heb ik gehoord dat super handig is. Ja, oké, okay, perfect. Oké, okay, ja. Goed. Dan gaan we even doen dan. Hè. Tuurlijk. Als ik wel plekken en al, ja, we hebben nog even tijd voor de show. Hè. 2 weken zeker. Ja, we hebben nog wel. Iedereen is al weg. Ik zal ook een stukje gehad. Kies op dat ratje, ik dacht niet. Oké, wij zijn dus vandaag in het Trixo Theater. En dit is de tweede dag dat we hier zijn, want we zijn namelijk aan het repeteren. Want onze tour is over een week. Over een week is het première. Dus het is eigenlijk allemaal heel spannend en heel veel wat er gebeurt. Dus we gaan jullie lekker een beetje mee laten kijken. Oh. Pas op voor de ballen. Nee, ik ben er. Ja, ik ben er. Ja, Maarten was hier al. Ja, zo die eerste repetities echt op het podium, dat is toch helemaal anders dan zo in je repetitieruimte in Studio 100 of zo. Ja. Dat is ineens allemaal zo echt en ook met nummertjes en de juiste ingangen. En... Dus dat duurt dan ook in één keer veel langer. Oh, wie ben jullie? Ik ben niet blij dat je erbij bent. Ja, ik zou nergens niet meer doen zijn. Wij blijven vrienden. In Gent. En we hebben zojuist de eerste show hier gespeeld. Dus heel spannend allemaal, wel heel leuk. Maar wij bedachten in één keer dat het eigenlijk zeer schandalig is dat wij een bepaalde persoon nog niet hebben voorgesteld aan jullie. Dus aanschouw. Kai! Tada! En Kai speelt natuurlijk best wel een belangrijke rol in onze voorstelling. Dus eigenlijk niet zo kunnen dat wij jou nog nooit hadden voorgesteld. Nou, ik waardeer dat hier eindelijk het moment is. Ja, ik vond dat als mede-Hollander dat toch wel eventjes moest realiseren. Nou ja, dankjewel. Alsjeblieft. Bij deze, Kai, aangenaam. En ik mag de show, hoe moet ik het zeggen? Een beetje aan elkaar kletsen. Beetje, ja, een beetje presenteren. Presenteren. Een soort rode draad erdoorheen. Voor uiteindelijk jou. Voor uiteindelijk mijn feestje. Dames. Dag meneer. Die ik niet ken. Oh, excuseer, ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Maximiliaan en ik ben directeur in dit theater. Oh, aangenaam. Maar we zitten hier eigenlijk midden in onze show. Waarmee kunnen we jou helpen? Ik
kom jullie in eerste plaats natuurlijk van harte welkom heten in mijn theater. Met in het bijzonder Julia, die vandaag voor de allereerste keer optreedt. Oh, dankjewel meneer Maximiliaan. Show 2 zit erop voor vandaag, jongens. Yes! Holy in het kan. Uno! Kom goed. Komt het goed? Komt helemaal goed. Ja, alles komt altijd goed. Ik zweet wel. Idioot hard. Ja, het is hier warm, hè? Die jurkjes, die hangen nu binnen buiten, want die kun je dus uitwringen van ons zweet. Dat is echt eigenlijk heel goor. Waarom ja, moest een camera kunnen ruiken, rook jullie. Ja, maar dat denk ik ook niet. Spet genoeg. Jammer, spet genoeg. Ik denk dat de mensen heel blij zijn. Ik ben ook. Geniet er maar van. Zou er eigenlijk veel volk komen? Ik ben echt benieuwd. Ik denk als daar een winkel is, wel. Oei. Oh my god. Heel die straat staat vol. Oh, dat zijn wel veel. Is het? Ah ja, K3. Ik zie daar K3. Maar gaan wij die allemaal kunnen? Oh, moeten wij daar tussen dan? Nee. Wacht, bukken. Ja, alsof dat ze niet weten. We hebben een zwarte grote bus van K3. Wie zou daar nou in zitten? Oh my god. Maar jouw hele dorp staat hier in Peru. Jullie, heel mijn dorp. Waarom zou we zijn een stad, hè? Maar... Holy shit. Oh my god. Oh my god. Yes. Oh, we gaan hier uit. We gaan hier uit. Oh my god. En Marco helemaal in zijn... Oh, nee, goedemorgen! Wij zijn in Amsterdam vandaag. Ja, want wij zijn te gast bij Koffietijd. En wij komen net uit de make-up. As you can see. Maar... De belangrijkste persoon zit er eigenlijk nog in. Ja, Claude. Ja, onze pianist van vandaag. Onze pianist. Dus die wordt misschien moet je eens bij hem checken of hij het wel leuk vindt. We gaan hem aan werken. Nee, denk het ook niet. Ah, waar is hij? Eerste. Ah, gevonden! We hebben hem. We gaan dat hoe doen. Hoe weet je dat nou? Stift? Ja. Vandaag? Ja? Eyeliner en ja. Wow, maar hij weet er vanaf. En wat blauw of zo. Ja? Ja, dat past bij je jas. Dat je zo binnen aan die lijnen die tot daar. Ja, en valse wimpers. En valse wimpers, ja. Ja, voilà, top. Nou, komt helemaal goed, jongens. Komt helemaal goed. Wij zijn vandaag bij Ter Hills in Maasmechelen, want wij nemen vandaag de clip van Mango Mango op. Jij hebt wel zin in, dus ik zit nu nog lekker in de make-up. Maar misschien moeten jullie alvast eens even gaan kijken naar deze locatie. Want jullie weten niet wat jullie gaan meemaken. Als je ziet is het dus aan een zwembad. Straks gaan we daar op het strand optreden. Oh ja, ook wel een beetje, want er is wel veel volk. Dit is een beetje optreden, ik denk wel dat er heel veel mensen zijn afgekomen om te kijken hoe wij het gaan doen. Ja. Maar eerst in het water. Ik heb echt bang om eraf te vallen. Hè? Ik ook. Maar ik ben vooral bang dat ik dan daarna weer terug de make-up in moet. En dat iedereen zo boos gaat zijn van, nu lopen we een uur achter op het schema. Ja, komt goed. En anders probeer ik je gewoon op te vangen. Als je gaat, dan zo... Ga elkaar opvangen. En anders gaan we met z'n allen. Met drie of vier. Met drie of vier. Hanne, ga mee. Dat weet ze nog niet, maar we gaan het er zo vertellen. Hanne, ga mee. Hanne, ga mee. In het water. Nee. Ik blijf... Dit is één. We zitten met een windprobleem. We hebben te veel wind waardoor ons haar in ons gezicht hangt. Dus we moeten nu een oplossing zoeken om ons haar, zoals je ziet, vast te zetten. Want anders kunnen ze ons gezicht niet zien in de clip. Want wij zijn echt onwaars. Ja, het zou wel beter. Even zo, hè. Het gaat wel een zitje.
Maar ik sta heel veel. Ja. Eigenlijk moet het omdraaien. Ja. Ah ja. Ja. Oké, vrienden, gaan we terug op prijs. Ik weet niet of het zo geweldig is. Hallo, we zijn vandaag in Schelle. Het is jullie haar verjaardag. Yes! En we gaan dat vandaag een beetje vieren, hè? Ja. Ja. We hebben het eigenlijk al een beetje gevierd, want we hebben om te beginnen al mijn cadeautje meegenomen. En we hadden ook een hele leuke verrassing voor u vandaag. Hè. Ja, tampoezen! Echt een... Eten. Ja. Dat was ik niet meer in deze proef, denk ik. Oh. Je mag ook delen. Ja, ja. Oh, oh yummy. Oh, dat ruikt ook echt goed. Dat ruikt echt lekker. Ja, dat ruikt echt heel lekker. Maar, ja, dat is 20 jaar. Oh. Zo'n bordje niet zitten. Afblijven. Mm. Afblijven. Dat wordt straks zo'n paar. Met zo'n happen daaruit. Zo. Maar ik, jullie lopen echt zo tien. Ja, ja. Jullie lopen echt zo. Ja. We zullen een vlog doen alsof wij die kant op moeten. Maar ja, ze wist echt niks. Nee. Dat bleek wel. Oh, dat is echt keileuk. Oh, thank you. You're welcome. Oké, kom. We gaan dat vieren. Ja, ja, we gaan dat vieren. Je hebt 7 jaar lang geen verjaardag gevierd. Vandaag gaan we extra vieren. Ja, ja, dat is wel een beetje. En we gaan toonbeks versieren voor een verjaardag. Oh, alle shows in Antwerpen hebben we nu gehad. En dat betekent dus dat de tour in België er nu al op zit. Nu is het naar het najaar, hè? Ja. Ja. Vanaf september zijn we in Nederland, dus dan gaan we weer verder met de tour, gelukkig. Maar voor nu is het dus eventjes gedaan. En gaan we op zomertour. Yes! En daar hebben we echt zin in. Er zit ook een heel leuk nieuw projectje tussen. Maar dat mogen we ook niks over zeggen. Oké, nu pauze. We gaan pauze. Slapen. Ja, ja, slapen. Doei doei. Ja, het is gedaan. Het is gedaan. Het is da-da. Gedaan. Doei. Are you ready for this? Uh-huh. Hey, vlog. Yo. Hi, hi. Hallo. Wij zijn hier vandaag in het Waasland Shopping Center. Yeah. Want wij gaan vandaag signeren. Onze allereerste signeren. Ja, inderdaad. Ja. Dat is spannend eigenlijk. Hè? We gaan echt keiveel onze handtekening moeten zetten. Ja. Ik heb hem nog geopend. Ja? Ah, oké. Ja, ja, ja. De polsje, moet je vingers ook alweer los. Ja, ja, ja. Weet je het niet, toch? Over het jaar. Ik vergeet het toch elke keer. Er is geen logica. Dan dip. Kan dat. We hebben nu buffalo's aan, dus de kans dat we vallen, dat is het enige wat ik nog mis kan zien gaan. Maar verder? Bij mij dan. Ja, een beetje brokkenpot. Oei, oei. Maar dan alsnog, we gaan op. Het maakt me niet uit hoe we gaan. We zijn niet te stoppen. Nee. Al duurlijk al mee over die brug. Met die rolstoel. Ja, nee. Het is wel heel fout. Foute party hier. Ik vind het spannend. Ja, een beetje. Ja? Ja, maar dan kom ik vanaf de biggetjes gaan doen. Die heb ik nog nooit gedaan. Ja. Dus zo de eerste keer voor een publiek van 20.000 man een nummer doen is wel heftig. Ja. Maar je kunt geen fouten maken. Dit is de vraag. Eigenlijk kan dat niet. En eigenlijk, die mensen zingen zelf zo hard mee, die gaan ons bijna niet eens horen. Dus het is oké. Okay. Maar ja, daar moet aan denken. Daar ga ik aan denken. Je sportpaleis horen ze nooit. Hebben we het verteld. Maar het gaat gewoon ook in. Dat maakt volgens niet uit.
minuten. Gewoon genieten. Dat ga ik Ik heb er meer zin in dan ik het spannend vind. Ah, wel van dat is belangrijk. Maar dan is het goed, hè. Zo gezonde zenuwen. Goed gemaakt. Van de party, here we go. Yes. Het is aan jullie. Nu iets gevonden om geen feedback te hebben. Iedereen kan dat straks zien. Ja, we gaan heel elegant. Heel elegant. Ja. Gemakken. Ja, met Laura Tesoro, die kregen we gratis bij. En ik heb weer eens last van de zon. En van de cravings. Ah, ja. Zou je eigenlijk denken hier... Ik heb allebei zwanger kunnen zijn. Maar dat was op het begin trouwens. Jij zegt, ik ben zo moe. Ik zo, ik ben ook zo moe. En mijn broeken gingen niet meer toe. Ah, mijn broeken gaan ook niet meer toe. Maar ik was zo alle drie zo. Met alles wat ik zei, maar het iemand niet van, dus op een papegaaitje zo. Ik heb dat ook. En ik denk, kom voor u, dat hebben we een andere idee. Het had wel een andere. Maar ik was heel blij dat er iemand anders was die ook zo moe was als ik. En ik was van, oh, thank god, het ligt niet aan mij. Maar, ja, dus wel. Eigenlijk, waar we nu op neer, dat het wel aan jou vraagt. Ja. Het zit erop. Oh my god, we did it. Dat was echt zo het einde van de tunnel. Echt mega lang. En dat is nu zo na een uur. Is het weg? Ja. De muur, de tunnel uit. Het was zo leuk. Het was echt leuk. Oh, ik heb mij echt gaan missen. Ja, ik had echt het moment dat ik opkwam, dat gevoel heb ik nog nooit gehad, denk ik. Nee, dat was echt zo. Ik voelde me echt... Die mensen kwamen ook echt zo. Echt bekend. Ja. Dappere kiddo's. En de zon is er een beetje doorgekomen, want we dachten dat het regenachtig ging zijn, maar het valt goed. Ja, mooi.
mogen een verhaaltje schrijven. Yes. Heel tof allemaal. Ik ben benieuwd wat de dag nog meer gaat brengen. Ja, het wordt heel tof. Het helemaal goed. En we gaan straks ook nog optreden. Ja! Het is hier wachten. Heb je al opgenomen? Ja, het is al. Oh. Ik doe dat wel al 7 jaar in Julia Bosman. Maar ik heb mijn lens. Ik heb maar 1 lens in, dus kijk, ik zag vooral het naar niet. Deze dame. En vooral naar haar. En Julia? Hè? Kijk, als we stonden dat de brug goed moet, hè? Ah, nee. Dat was echt een grapje. Ik ben niet mee. Ik ben aan het lachen, maar ik ben niet mee. Allee, Julia zei tegen de dansers. Als je niet meer weet, kijk maar naar mij. Ik sta voor. Oh. Ik zal dat wel tonen. Ja, maar wij kunnen wel afkijken. Dit is helemaal uit context getrokken. Zo heb ik het niet gezegd. Vertel. Rebecca zei, oh, dat is een stukje in de gorilla wat ik altijd mis. En toen zei ik, oh, maar meestal heb ik dat wel, dus je kan bij mij spieken. Oh. Amai, dat was echt zo de spottenpot. Ze hebben ons gevonden. Oh, zou dat wel zelf zo grappig vinden. Ondertussen zit iedereen hier kei serieus, geconcentreerd te werken. Nee, niet zo goed. En wij staan hier wat te gibberen. Ja. Wat heb je? Te werken? Wij staan hier. Dit is dit de job. Dit is werk, hè? Hallo? De clip opnemen vandaag. Maar we staan met stil. We moeten onze eigen clip hier nu opnemen. Ja. Waarom met leugels? Ik wilde eigenlijk de wave met je. Oh. Oh, en dan terug. Prachtig. Ja, vind ik echt mooi. Prachtig. We zijn lang op ja. Kijk, en nu gaan we dus iets super glamoureus doen. Ja, en vooral heel gevaarlijk. Weet je nog gisteren? Ja, wij moeten hier onderdoor kruipen naar de lift. Zullen we er maar? Er is dus een balk die naar beneden hangt. En die had ik niet gezien. Ik was echt zo, boy. Dag Sinterklaas, dag nachtwacht en dag iedereen. Jammer genoeg kan ik er vandaag niet bij zijn, maar ik heb wel het allermooiste cadeautje ooit gekregen. Uiteraard ben ik er volgend jaar weer wel om uw verjaardag te vieren, Sinterklaas. Maar ik ben er zeker van dat het vandaag 1 groot feest gaat worden. Dames en heren, een heel groot applaus voor mijn 2 toppertjes, Marte en Julia. En wat vonden jullie het leukste moment afgelopen jaar? Laat het hieronder weten.